De kinderen die deelnemen aan het Nola Hatterman vakantieproject, die zijn al enkele weken bezig. En wij van TBN Prime Alert hebben gemeend om met enkele van de kinderen te praten hoe zij de vakantieschool tot nu toe vinden, wat zij allemaal leren op de vakantieschool. Na de kinderen spraken wij met kunstenaar, tevens coördinator, Sunil Puljoen. En die vertelt veel meer over het inhoudelijke van het vakantieschool of de vakantieschool van het Nola Hatterman Art Academy. Gabrielle, hoe ervaar jij de vakantieschool tot nu toe? Het is leuk, het is heel leuk. En leerrijk ook, want we leren daar hier beter tekenen en schilderen. Ja, het is je houdt van tekenen en schilderen? Jawel. Wat heb je allemaal geleerd om hier te tekenen en te schilderen? We hebben geleerd om een gezicht te tekenen. Dus die verhoudingen van mensen. Een zittend persoon en een staande persoon. En vandaag leren we dan hoe we bepaalde voorwerpen moeten schilderen. Dit is als voorbeeld. Ja. Wil je de mensen even thuis wijzen wat je hebt getekend? Kan je het even optillen? Ja. Misschien kan je ook gelijk uitleggen. Hier heb ik een trechter. En hier een manja. En hier een fles. En dat was als voorbeeld. Maar hier ben ik klaar met schaduweren en daar ook licht zetten. Hier moet ik nog schaduweren en hier hetzelfde ook. En dus hier ziet u dat we dat hebben geleerd en dit is dan mijn oppervlakte waarop die dingen dan staan. Het is allemaal heel mooi getekend en geschilderd en gekleurd ook. Hoe geef je verder invulling aan je vakantie? Wat doe je nog allemaal? Thuis zal ik dan verder gaan, dus oefenen. Want hier heb ik dan geleerd wat ik moet doen. En dat thuis zal ik dan blijven oefenen totdat het beter gaat. Jawel. Ja. Even bij je buurvrouw. Ja, goedemorgen. Wat is jouw voornaam? Mijn naam is Zoe. Ja, Zoe. Hoe heb je de vakantieschool tot nu toe ervaren? Het was leuk. We hebben veel dingen geleerd. Zoals? Achtergronden tekenen en mensen, hun beeld en zo. We hebben voorwerpen die we nu leren tekenen, schaduweren en andere soorten dingen die te maken hebben met tekenen. Ja. En is het de eerste keer dat je deelneemt aan het Nola Hatterman vakantieproject? Nee, dat is mijn tweede keer. Ja. Vorige keer hadden we werkstukken gemaakt. Ja. En is er een verschil te merken met de vorige keer en nu? Ja, toch wel. Ja. Want thuis oefen ik ook. Mm-hmm. Ja. Dan nee, maar zeg, was het de vorige keer drukker, de vakantieschool? En nu vanwege COVID zijn jullie met wat minder kinderen hier? Ja, vorige keer waren er meer kinderen. Nu door COVID zijn er minder. Ja. Deze groep was ook groter. Oh, deze groep was ook groter. Het is niet minder geworden. Ja, meneer. Ja, ja. Maar je zegt dat het wel allemaal nog leuk is. Ja, meneer. Okay. Nou, dan gaan we naar je andere buurvrouw hier. Goedemorgen. Wat is jouw naam? Andrea. Andrea. Oké. Okay. En de vakantieschool is nog allemaal leuk voor jou? Ja. Wat heb je allemaal geleerd? We hebben geleerd mensen tekenen terwijl ze binnen zitten van de zijkant en gezichten. Je houdt van tekenen? Jawel. Ja. Hoeveel krijg je voor tekenen op school? Ik kreeg 9 en 8 op school voor tekenen. En wat wil je later met tekenen doen? Ik wil ze verkopen. Dus je wil kunstenaar worden? Ja. Ja. En vandaag moet je de voorwerpen die daar op tafel staan, dat moet je allemaal tekenen. Het lukt wel? Ja. Ja. En hoe is je vakantie tot nu toe? Is goed gegaan. Ja? Leuk. Wat heb je allemaal gedaan in de vakantie?
When Saturday, nee, zondag, waar we naar Stuw mee gegaan. Om de dam te gaan kijken. Dus je doet wel nog het een en ander in de vakantie? Jawel. Goed zo, dankjewel. Dan zien we nog een heer hier. We hebben allemaal met dames gesproken, dus dan lopen we naar deze jongeman. Ja? Ja? Goedemorgen. Ja. Wat is jouw naam? Jaël. Jaël, hoe vind jij of hoe ervaar jij de vakantieschool tot nu toe? Leuk. Wat heb je allemaal geleerd? We hebben een model leren tekenen. Eerst garanten en dan hebben we vlees ervoor gezet. We hebben we hebben hoofden leren tekenen met verhoudingen, alle lijnen. En vandaag doen we stilleven. En we moeten voorwerpen tekenen en schaduweren. Ja. En het lukt allemaal? Ja. Is het je eerste keer dat je hier bent bij Nola? Nee, ik was al een keertje gekomen, maar dat was voor corona. En hoe was het toen en hoe is het nu? Het is, toen was ik in een jongere groep, het was leuk. Maar nu leren we meer. Er waren dus veel meer kinderen. Mm-hmm. Ja. En jullie konden toen ook langer hier blijven? Ja, van vroeg tot 12 uur. Ja, en is jullie tijd ingekort. Ja. Maar het blijft nog allemaal leuk. Ja. Sunil Puljoen, kunstenaar, coördinator. Lukt het nog allemaal met de vakantieschool? Ja, het lukt best aardig. Ik mag niet klagen. Het verloopt heel goed. De opzet van ons werpt toch een vruchten op. Dus ik ben er toch dik tevreden. Ja. Is er enigszins verandering gekomen met nu toename van coronagevallen in Suriname in jullie vakantieschool? Nee. Tot zover hebben we geen enkele gevallen gehad, omdat wij ook met de ouders duidelijk gemaakt hebben dat mocht het zijn dat een kind een verkoudheid ziek is, dat ze wel in het thuis blijven. En tot zover is het heel goed gegaan. En zeker dat wij onze maatregelen die wij geïntroduceerd hebben, dat bij binnenkomst handen ons met de temperatuur opmeten, dat wordt elke ochtend gedaan. Dus tot nu toe hebben wij geen noemenswaardigheden gehad. Dus geen reden om te stoppen of in te korten? Nee, zeker niet. Er is geen reden wat dat betreft. Alleen ja, ligt het weer aan de overheid. Als er weer straks een lockdown komt, dan zal dan zeker alles in gevaar komen. Dan zijn we genoodzaakt om het te stoppen. Maar voor nu is dat geen reden. En alles wat jullie gepland hebben, dat is tot nu toe precies zo gegaan zoals gepland? Ja, ja, helemaal volgens planning is dat zowel dus de roosters, et cetera, dat is allemaal volgens planning. Tot nu toe verloopt gewoon volgens planning. Ja. Maar ik begreep net een van de kinderen, dat er nu wat minder kinderen wel, van de groep hier bijvoorbeeld, er wat minder kinderen vandaag zijn komen opdagen. Dat is normaal of is het vanwege toename van de COVID-gevallen? Nee, dat is normaal. Dat is, bij elke vakantieschool van ons hebben wij opgemerkt. Net als voorheen waren er veel meer kinderen. Maar als je dan de presentielijsten nagaat, zijn er altijd uitvallers. Je hebt ook ouders die hun kinderen niet voor de gehele vakantieperiode inschrijven. Je hebt ouders die zeggen van, hey, ik wil toch mijn kinderen voor 2 weken hier op die vakantieschool hebben. Dus dat zijn gevallen die dan wel voorkomen. Dus het is niet de eerste keer dat het voorkomt. Dus sedert ik de vakantieschool van Nola ken, is het altijd voorgekomen dat in grote getallen kinderen komen. Maar naarmate het verloopt, dan zijn er wel wat uitvallers. Ja. Welke technieken of wat krijgen de kinderen vooral? Wat staat er in het programma? Oké, wat de Nola Hatterman Art Academy, dat staat om zijn is een tekenschool. Dus tekenen, schilderen, dat is op de voorgrond. En vooral met de kleintjes, dan heb ik het in de leeftijd klasse 6 jaar, 6, 12 jaar. Daar zijn er gevarieerde dingen. Dan komen dingen als knutselen ook bij kijken, collage komt ook bij kijken, knippen, plakken, boetseren, dat zijn ook dingen die bij komen kijken. Maar bij de ouderen
dan hebben wij een, proberen wij dat programma die wij regulier draaien in onze reguliere lessen, die proberen wij op een, in een hele kleine vorm dat een, te geven aan die kinderen. Want eenmaal, het gaat eigenlijk om teken, schilderen. Dat is eigenlijk wat de school is. Maar alleen bij die kleintjes, dan is er wel wat variatie daarin, zodat ze niet, zeg maar, gauw gedemotiveerd raken. Want dan moeten ze elke dag komen tekenen. Dus dan begrijpen wij best wel bij die kleintjes. Dus dan wordt daar wel gevarieerd. Maar als ze na de vakantieschool, waartoe zijn deze kinderen dan in staat? Oké, bepaalde, kijk bij de ouderen bijvoorbeeld, de leeftijd 13, 16 jaar, dan zijn bijvoorbeeld, ik noem maar een heel simpel voorbeeld, bijvoorbeeld portret tekenen. Wanneer de kinderen dan bijvoorbeeld van zo'n vakantieschool weer naar huis gaan, de laatste dag, dan zijn ze, dan weten ze bijvoorbeeld van hoe een portret tekenen in elkaar zit. Waar komen de ogen bijvoorbeeld, waar komen de neus, hoe ver staan de oren bijvoorbeeld. Dus dat zijn meer de basisvaardigheden die dan bijgebracht worden bij hun. En zeker, wanneer het gaat bij een verven, dan kleuren mengen. Wat zijn primaire kleuren, wat zijn secundaire kleuren. Dat zijn allemaal dingen die dan hun bijgebracht worden. En het komt vaker voor dat degene die u vandaag hier ziet, dat ze ook zich laten inschrijven op onze reguliere programma's. Het gebeurt niet over die hele linie, maar zeg maar van de 40 bijvoorbeeld die momenteel staat ingeschreven, dan heb je zeker een 6 stuks of 8 stuks die erbij komen kijken, terugkomen om ingeschreven te worden. Want wij hebben onze reguliere lijst, kinderen, en die zit al vol. Dus dat je gaat de leerkrachten ook niet te veel gaan belasten met te veel kinderen. Want kijk, het is een expressievak en elk kind heeft een stukje aandacht nodig. Dan bijvoorbeeld dat je gewoonweg iets op het bord uitlegt. Soms is het dat je individueel met die kinderen bezig gaat moeten zijn. Dus je kan die groep dan ook niet te groot gaan maken. En er is veel talent? Ja, ja. Ik heb elke ochtend op de dagen dat de lessen er zijn, ben ik bezig een kleine reportages te doen. Dus video-opnames, foto-opnames, dat is voor ons eigen archief. En je ziet wel aan de tekeningen die de kinderen maken. Dus dan stemt het jou ook goed van hey, dat er toch zoveel talenten zijn. En natuurlijk proberen wij ze te stimuleren door gesprekken te houden met die ouders. Van hey, maar hoe vind jij dat je kind niet een... Wij vinden het goed, maar met uw toestemming dat uw kind verder ontwikkeld kan worden. En als de ouder meewerkt, ja, dan komen ze, komen ze zich inschrijven. Tot slot, heer Poljoen, wanneer ronden jullie af? Volgens planning ronden wij volgende week vrijdag af. Dat is 8 oktober. En dan heb je een weekend ertussen, waarbij we dan een beetje gaan rusten. En dan maandag 11 oktober starten we normaal weer met onze reguliere programma.